regering heeft de maatregelen voor de komende 2 weken aangekondigd. Het uitgaansverbod is vanaf morgen 15 mei tot en met vrijdag 28 mei dagelijks van 6 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod is het samenkomen van groepen groter dan 5 personen eveneens verboden op openbare plekken en in openbare ruimten. Dit verbod geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Als wij de COVID-19 dashboard raadplegen, zien wij dat gisteravond rond 8:30 er 145 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. 1 persoon is overleden. Dit aantal brengt het sterftecijfer op 221 personen. Het ministerie van Volksgezondheid geeft het zeer dringende advies om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.